En First Lady Ingrid Boutersen-Waldering heeft gisteren wederom donaties gedaan aan behoeftige burgers in Suriname. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut NII. De donaties bestonden uit onder meer een wasmachine, brushcutters, levensmiddelen, pampers, voetbalschoenen en een cheque ter waarde van 7.900 SRD. Volgens het Nationaal Informatieinstituut dienen burgers dagelijks via mails en brieven donatieverzoeken in. Echter kan niet elk verzoek ingewilligd worden.